Schaakvriendinnen en schaakvriendinnen, hartelijk welkom. We hebben nog zo'n hele mooie studie van Jan Timman op de plank liggen. En notabene een eerste prijswinnaar in een toernooi wat ter herdenking werd gehouden van de vermaarde Georgische ijsbalcomponist Velimir Kalandadze. Die overleed in 2017. Hij werd 82 jaar. En zijn allereerste studie die maakte hij al op zijn 20-jarige leeftijd. Hij bleek, na de hand heeft hij er wel meer dan 300 gemaakt. En hij heeft ook twee eindspelboeken gemaakt over studies. Dus hij is een heel zeer gevierde figuur. Jan componeerde een bijzonder toreneindspel. En in het juryrapport staat dat deze studie van de eerste tot de laatste zet het verrassend thema vasthoudt. Het is een hele gekke stelling natuurlijk, met al die losse witte pionnen en ook die vier losse zwarte pionnen met nog die dubbelpion in het centrum. Rare stelling. Het enige wat het grote voordeel van wit is natuurlijk die ver opgerukte F-pion en dat de zwarte toren een beetje buitenspel staat. Dat zijn eigenlijk de twee hoofdkenmerken die je zo in de gauwigheid ziet. We laten alleen de hoofdvariant zien, want allebei varianten de deur te lang. En wit begint even met zijn toren wat beter neer te zetten. Toren C7 schaak, koning F7, toren C7 schaak. Oké, koning moet naar achteren. Hij kan naar, eigenlijk naar twee plekken, F8 of G8, dat is het handigste. Maar de hoofdvariant gaat verder met koning F8. Nou, en nou gaat het starten. Nu komt er een heel mysterieus setje, namelijk H3. Ja, wat heeft dat nou voor functie? Nou, om te beginnen dreig je met wit koning G6, want je hebt veld G4 afgepakt voor de zwarte toren. En aan koning G6 dreig je natuurlijk mat en die F-pion loopt door. Dus zwart is bijna al gedwongen om te slaan. Torenman H3. Heel mysterieus, maar we gaan zo dadelijk zien waarom. En nu komt de volgende zet. C2, C4. Ja. Het heeft allemaal te maken met het blokkeren voor de zwarte toren om binnen te komen. Je moet hem slaan. Daar gaat hij. Je kunt ook en passant slaan, maar dat is minder goed. En E4. En je dreigt hier met twee verbonden vijfpionnen. Koning E6. Die pion staat dan veilig vanwege pion E5. Dus je moet hier en passant slaan. Je zit helemaal met dat matbeeld. Dus je moet en passant slaan. Die gaat eraf. Dat is en passant slaan. So far so good. En je ziet dat die derde rij en die vierde rij voor de zwarte toren, die kan niet meehelpen. Die kan niet snel switchen naar de damevleugel en vanaf hier komen. Dus dat kan niet. En tevens blokkeren die pionnen ook de zwarte toren aan de achterkant. We gaan het allemaal meemaken. Daar gaat hij. Wit speelt koning E6. Dat kan nu, want toren E3 schaak is eruit gehaald vanwege de eigen pion. Koning E6. En zwart heeft geen keuze. Hij moet weg. Koning G8. En daar komt hij. Toren G7 schaak. Koning H8. Koning F8 is ook een variant. Is minder goed. Kijk, toren D7. Maar goed, dat is weer een bijvariant. Dat doen we nou even niet aan. Koning H8. En je haalt je toren naar de onderste rij. Kijk hoe mooi. Het zijn allemaal losse pionnen. Dus die toren op de onderste rij, die houdt al die pionnen makkelijk tegen. Die kunnen zich niet gezamenlijk oprukken. Ze zijn ongevaarlijk voor de witte toren. En nu? Nu komt het laatste gedeelte. Zwart pakt natuurlijk ook zijn meest vooruitgeschoven pion om op te drukken, E2. En daar komt hij, F7. Nou, houd hem tegen. Koning E7, schaak. Komt natuurlijk op hetzelfde als je direct toren E7 had gedaan, want je krijgt toch dit. Weer schaak. Je gaat weg. En nu? Toren F1. En wat kun je hier verzinnen? Je kunt niet slaan op F1. Je hebt geen F8 promotie, want die sla je eraf. Koningman A6 kan niet, want sla je op F7. Maar je hebt hier de briljante zet. Toren H1.
Het mooie is, je kunt niet slaan op H1 natuurlijk. Heb je F8 dame mat. En zou je op F7 slaan, koning maal F7, dan heb je de situatie dat deze toren makkelijk al die pionnen tegenhoudt omdat ze los zijn. Dus je kunt geen toren maal F7 spelen. En wat dan rest is, E1 dame. Ja, what else? En dan toren maal H6 mat. Dit is het hele idee van de studie, is prachtig. En het mooie zit erin dat die zwarte toren eigenlijk door zijn eigen pionnen, de manier waarop wit speelde, door drie keer een pion te offeren, dat die zwarte toren in zijn bewegingsvrijheid zo beperkte dat hij net niks kon uithalen tegen die allerlaatste witte pionnetje daar. Prachtig niet? Wit geeft mat. Mooie studie, hele mooie studie. Eerste prijs. Zo. We gaan verder met onze traditie van een thema neerzetten. En dan na een paar inleidende voorbeelden met oplopende moeilijkheidsgraad komt dan uiteindelijk dan die verlossende, prachtige, allesomvattende studie van Jan Timman. We hebben dat al gedaan met het thema wederzijdse zetdwang en ook met doorbraak. En dan nu het thema minorpromotie. Het is wel aardig dat bij een promotie in 95% van de gevallen natuurlijk gekozen wordt voor de dame, het sterkste stuk. Maar studiecomponisten, die juist laten zien dat de dame niet altijd het sterkste stuk is. Vandaar het thema minorpromotie. Goed, minorpromotie tot toren. Dit is het meest simpele voorbeeld wat je kunt bedenken. Zou wit promoveren tot dame, dan is het natuurlijk pad, dat moet je niet hebben. Tot loper of paard, dat heeft geen zin, want dan kun je niet meer winnen. En dus moet je tot toren promoveren. En dan is het toevallig op de volgende zet mat, maar dat doet niet de zaken. Dus heel duidelijk, meest simpel voorbeeld van dat de minorpromotie tot toren hier voorgeschreven is. Pakken we een iets moeilijker voorbeeld. Een simpel pionneneindspel. En het komt vaker voor, hoor, deze constructie. En zwart heeft dan één ressource. Nou, wit wacht natuurlijk even rustig af. Wil al die pionnetjes gaan oppeuzelen en kan natuurlijk makkelijk winnen. Zwart heeft geen zin om af te wachten, want je gaat alles verliezen. Maar hij heeft nog dit. Koning maal F4. Natuurlijk G6. Daar komt hij. Koning G5. G7. En koning H6. En dit is een typische constructie weer. Ja, paardloper heeft natuurlijk geen nut. En haal je dame, dan is het pad. Zie je, dat is de enige ressource die zwart nog heeft. En dus moet je met wit een toren halen. En dan koning A7. En dan win je natuurlijk dat eindspel makkelijk. Dus dit komt vaker voor. Dus altijd goed nadenken als je gaat promoveren. Tot wat ga ik promoveren? De wit is altijd aan zet in opgaves. Wit kan promoveren, zal wel moeten, want als hij die pion kwijtraakt is het natuurlijk remise. Maar zou hij promoveren tot dame, wat erg voor de hand ligt, dan krijg je de mooie zet, dame D3 schaak. Kijk, schaak, maar de dame op G6 staat ook in. En als je hem zou slaan, dan staat de zwarte koning pad. Dus dan is het remise, ondanks dat je twee dames voorstaat. Dat moet wit dus niet doen. Dus, wit moet niet promoveren tot dame, maar, en we weten het thema, je moet hier promoveren tot toren. Nou, en nou heeft dat hele dame D3 schaak geen nut meer natuurlijk, want dan heb je veld B7 nog. Dus je moet wel slaan en dan krijg je dat hele thematische lopen van de dame, we kennen dat allemaal wel, naar die zwarte koning toe. Nou, dat maakt allemaal niet zoveel uit. We weten wel hoe dat gaat, zo, en dan schaak. Nou ja, kan ook naar C8, en dan deze, en dan tot slot krijg je dit. Dat is heel thematisch. En uiteindelijk, de dame heeft kan niet weg, en je geeft altijd mat op de A-lijn. En het enige grapje wat je hier nog hebt is dame C6. En dan moet je natuurlijk niet met de dame slaan, maar met de koning. Anders staat het weer pad. Maar goed, dit is bekend, is thematisch. Dus dat wit, dat wint wit. En dus de promotie tot toren was winnend.
En elke promotie tot een ander stuk, dat zou remise opleveren. 30 jaar geleden, in 1992, publiceerde mijn onvolprezen regisseur Jos Timmer van dat schaakradioprogramma Man en Paard bij de KRO. Publiceerde Jos een gedichtenbundel. En dat was met de titel Denkend aan Schaken. Natuurlijk met een knipoog naar dat beroemde gedicht van Marsman, Denkend aan Holland. Goed, zo was Jos. En Jos had vele kwaliteiten, waaronder ook dichten. En daar wil ik wat van voordragen uit deze gedichtenbundel. En we beginnen met het gedicht Uithoudingsvermogen. Ik had mijn tegenstander heel aardig in bedwang. Mijn been lag op het schaakbord al vele uren lang. Mijn voet hield ik strategisch vlakbij zijn vrijpion, zodat hij met dat kleinood niet promoveren kon. Toch heb ik nog verloren daar in dat schaakcafé. Om voet bij stuk te houden, dat valt nog lang niet mee. Welaan, heeft u nog een mooi schaakgedicht? Of een schilderij? Of een tekening? Of een mooi beeldhouwwerk? Stuur het eens op als u het wilt delen met schaakliefhebbers. Mr. Chess is geïnteresseerd in alle creaties die de schaaksport verlevendigen. Volgende week gaan we door op dat thema minorpromotie. En natuurlijk laten we weer een heel mooi schaakgedicht horen. Oké, was die. Tot volgende week.